Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Het wordt een wisselvallige dag vandaag. Er vallen diverse buien en over het algemeen is er ook vaak vrij veel bewolking. Buien dus vandaag en er is ook kans op hagel en onweer. De temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 12 en de 13 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Buiten de buien om is er wel degelijk ook ruimte voor de zon en vanmiddag kan het dan zo'n 17 tot 19 graden worden. Vanmiddag neemt wel de buienactiviteit toe en de kans op een hagel en onweer ook. Ook vanavond nog diverse buien. Vannacht blijven de meeste buien in de westelijke provincies en kan het land inwaarts gaan afkoelen tot een graad of 7. Ook morgen nog een wisselvallige dag en dan wordt het minder zacht dan vandaag. Middagtemperaturen liggen tussen de 16 en de 17 graden. Verder staat er een stevige wind uit het noordwesten, matig tot krachtig. Mogelijk in het Waddengebied zelfs enige tijd een harde wind. Na het weekende knapt het op en ziet het er een stuk beter uit. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. Op maandag en dinsdag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook woensdag nog hoge temperaturen voor de tijd van het jaar en flink wat zon. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.